Mike van Duin, hoe groot is de teleurstelling na deze nederlaag? Ja, heel groot. Ik vind, als je ziet wat we de tweede helft kunnen, dan is het, ben ik daar heel erg teleurgesteld over. Hoe komt het? Je zegt ook, als je ziet wat we in de tweede helft doen en dan in vergelijking met de eerste helft, binnen een kwartier staat het 2-0. Wat gaat er fout in het begin? Wat gaat er goed? Volgens mij, je weet dat je tegen een goede ploeg speelt. Dan moet je... Dan moet je het gewoon zo moeilijk maken. En elk duel die we dan krijgen, die moet je vol ingaan. En ze niet in de wedstrijd laten komen. Ik denk de eerste helft hebben we weinig duels gewonnen. Jullie gaan met de 2-0 achterstand de rust in. Wat zeg je dan in de rust tegen elkaar? Is het dan nog wel het geloof dat er misschien nog wel een resultaat te halen is? Nou ja, de tweede helft wordt er natuurlijk gezegd dat je die eerste helft, recht moet zetten. En dan is het... ik denk dat we dat wel hebben gedaan, alleen we hebben er heel weinig aan. Dan krijgen jullie op een gegeven moment een strafschop. Hè? Dan is er wat discussie in het 16 meter gebied. Dan uiteindelijk neemt El Azouzi die strafschop. Zijn daar afspraken bijvoorbeeld bij jullie over gemaakt? Er zijn niet hele duidelijke afspraken over. Normaal neemt Luigi ze. Dat is naar mijn mening de regel. Maar die was er natuurlijk uit, dus dan is er geen vaste nummer 2. Zakka wilde nemen, ik wil hem ook nemen. Dus dan hebben we het daarover op het veld. Dan zie je dat hij hem mist. Heb je dan op zijn Rotterdamse gezegd de tering in? Ja, natuurlijk heb ik er de tering in. Want een penalty missen kan altijd natuurlijk. Dus het gaat er niet om dat hij hem mist of wie hem dan ook mist. Ik baal ervan dat hij er niet in zit. Want dan kwamen we eerder in de wedstrijd en dan zat er misschien meer in. Ja, zeker als je dan ziet dat je nog een keer een penalty krijgt die jij dan neemt en hem dan wel binnenschiet. Ja, dat is... kijk, je weet nooit hoe het loopt als hij die eerste of die er wel in gaat. Misschien krijg je de tweede dan niet. Je weet het niet, dus dat is een beetje koffiedik kijken. Is het lastig om te zeggen, maar ja, je verliest vandaag dan weer van Heerenveen, weer met 2-1. Zeker op eigen terrein loopt het dan nog niet helemaal lekker bij Excelsior. Wat moet er nou gebeuren? Want ja, in aanloop naar die hele wedstrijd, want aankomend weekend wacht AZ bijvoorbeeld alweer. Ja, wij moeten beseffen... dat we geen wereldploeg zijn en om goed te presteren moeten wij heel veel arbeid leveren. En moeten we knokken voor wat we waard zijn. Als we dat niet doen, dan kunnen wij van iedereen verliezen.